iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik dan weer een tag voor jullie, gewoon omdat ik tags gewoon heel erg leuk vind om te doen. Deze tag heb ik bij Beauty Kloss gezien en het is de Gewoon Nederlands tag. Ik heb, volgens mij zijn het 8 vragen, die staan hier op een papiertje naast mij. En die moet ik dus gaan beantwoorden en dat zijn typisch Nederlandse vragen. Nou, in ieder geval, het gaat over Nederland. Dus laten we maar direct beginnen. 1 of meer koekjes bij de koffie of thee? Thuis neem ik er vaak meer. Maar als ik bij iemand anders ben, doe ik gewoon uit beleefdheid doe ik gewoon 1. Dus en koffie drink ik niet, dus dat is dan thee. De tweede vraag is je favoriete stamppot. Als we al stamppot eten, want we eten niet zo heel erg vaak stamppot, dan kies ik toch voor boerenkool. Maar dan ook het liefst met rookworst, want rookworst vind ik gewoon heel erg lekker bij stamppot. Welke Nederlandse feestdagen vind jij het leukst? Welke Nederlandse feestdagen ik dus het leukst vind? Ik denk dat ik dan toch voor Koningsdag ga, want dat is wel een typisch Nederlands feest, net als Sinterklaas. Maar ik denk dat ik dan toch Koningsdag het leukste vind. Ik vind Koningsdag gewoon heel erg gezellig. Met de mensen in de buurt. Het leukste plekje in Nederland. In de zomer, ik hou super veel van het strand. En ik hou dus echt super veel van Scheveningen. Scheveningen vind ik gewoon een heel mooi strand. Omdat je dan, daar heb je de pier natuurlijk. Die zou eerst weggehaald worden en gelukkig nu niet meer. Want ik vind Scheveningen gewoon heel mooi door de pier. En ja, ik vind het gewoon het leukste plekje dus in Nederland. Favoriete accent? Mijn favoriete accent in Nederland? Ik vind Haags vind ik wel heel erg leuk eigenlijk. Hier thuis praten ze Drents. Ik praat zelf niet Drents. Ik heb geen idee hoe het kan. Ze hebben altijd wel Drents tegen mij gepraat. Maar ik praat nooit Drents. En ik kan het ook niet. Maar dan vind ik Den Haags wel... Den Haags? Ik bedoel, dan vind ik Haags wel een heel mooi accent. Welk woord is voor jou typisch Nederlands? Een typisch Nederlands woord. Ik weet zo geen typisch Nederlands woord, maar ik weet wel een typisch Drents woord en dat is buze. Buze is een ander woord voor broekzak en dat zeggen wij in onze buurt, zeggen wij gewoon buze en niet broekzak. En dat vind ik wel een typisch Drents woord. Een typisch Nederlands woord weet ik niet. Welk Nederlands gezegde vind jij het leukst? Nou, ik heb niet echt een gezegde dat ik heel erg leuk vind, want ik gebruik nooit gezegdes eigenlijk. Maar er is wel één waar ik het er wel mee eens ben en dat is je moet een gegeven paard niet in je bek kijken. Want ik ben het er mee eens omdat alles wat je krijgt, daar moet je gewoon dankbaar voor zijn. En niet of je het nou wel of niet leuk vindt, maar dat je er toch wel dankbaar voor mag zijn dat je dat krijgt. Dus ja, dat is eigenlijk het gezegde waar ik het mee eens ben. En niet wat ik echt het leukste vind. Want ja, gezegdes, ik ken ze niet zo heel veel. Maar ik ken ze natuurlijk wel. Maar dan vind ik dit gewoon het de leukste. Mijn favoriete Nederlandse winkel. Mijn favoriete Nederlandse winkel. Action. Volgens mij is dat Nederlands. Action vind ik super leuke winkel, omdat het gewoon, het is gewoon goedkoop. Moet je wat hebben, dan kun je gewoon bij de Action halen. Want daar hebben ze echt van alles. En ik ben dus zelf ook heel erg fan van de Action. En de Jumbo natuurlijk, want ik hou ontzettend veel van eten. De leukste BN'er, dat is dan ook alweer gelijk mijn laatste vraag. De leukste BN'er dat ik vind... YouTubers vind ik heel erg leuk. En daarvan vind ik Giovanni LaToy vind ik heel erg een leuke YouTuber. Ik praat niet echt goed Nederlands volgens mij. Terwijl dat we een Nederlands tag doen. Nee, maar ik vind Gio vind ik een hele leuke bekende Nederlander. Dat is zeg maar gewoon een YouTuber. En Donnie en Dave Roelvink. Ik heb Donnie heb ik al een keer gezien. Bij een optreden en die heb ik dus al een keer gezien. En hij was super aardig.
Nou, dat was dan alweer de laatste vraag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. En ja, ik hoop dat jullie dus gaan abonneren en naar mijn vorige video's gaan kijken. Want ik heb ook clips op mijn kanaal staan. Want ik zing namelijk en daarom heb ik ook Johnny ontmoet bij een optreden. Maar ja, ik hoop dat jullie allemaal op mijn kanaal gaan kijken. En tot de volgende keer. Doei!